En welkom bij Aquarium Designer in het kort. Aquarium Designer is een klein, eenvoudig kaartspelletje van een Japanse uitgever, Yamato Games. De winnaar krijgt iedere speler een starttegel, waarop alle vier de verschillende gebieden staan afgebeeld die je kunt hebben. Bruin voor zeehonden, lichtblauw voor pinguïns en nog twee andere kleuren voor andere beestjes. Op deze kaarten staan steeds gebieden met er soms een beestje in. Die worden geschud. En er worden net zoveel kaarten opengelegd als er spelers zijn. In dit geval 3. Een spel duurt 8 rondes, waarbij iedere speler een aquarium maakt van 3x3 tegeltjes. Je begintegel hoeft niet in het midden te liggen. Je kunt zelf kiezen hoe je er van daaruit bouwt. Nou, stel, ik ben de startspeler. Ik mag als eerste iets kiezen. En ik vind... Het zijn allemaal mooi, er staan meteen 2 beesten op. Ik vind pinguïns leuk. Nou, die mag ik eenderwaar aanleggen. De kleuren hoeven niet overeen te komen. Maar op het einde van het spel mag je alleen gebieden tellen waarin minstens 2 dieren zitten. Dus om mijn kansen te vergroten, gaan we deze zo neerleggen. Nou, de tweede speler maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Dus die past, neemt geen kaart. Waarna nummer 3 kiest. Nummer 2 heeft nog maar 1 keuze over. En in de volgende ronde mag deze speler nu beginnen, want die heeft als laatste gekozen. Er worden weer 3 tegels opengedraaid. Kijk, daar is mijn volgende pinguïn. Nou, ik denk dat deze op zich wel een pestkop is. Maar ja, een dolfijn daarbij is nog veel gunstiger. Want op deze manier heeft hij zowel de zeehonden als de dolfijnen scorend gemaakt. De volgende speler kan mij goed dwars zitten door deze te nemen. Dan zeg ik op, die pinguïn scoren, die zeehonden scoren zijn nog uit te breiden. En ik blijf zitten met een zeehond en een vis waar ik niet zo heel veel mee kan of wil. Maar op deze manier is het nog geen total loss voor mij. Op deze manier, ik ben nu de startspeler, want ik was de laatste die deze ronde koos. Gaan we door, komen er 3 bij. Een pinguïn, ja, die moet ik bijna wel nemen, want anders zie ik deze niet zo makkelijk meer scoren. Ja, dat doen we. Pinguïns maken we af. We krijgen er een dolfijn bij. Deze speler kan nu doorgaan op dolfijnen of een nieuwe kleur erbij nemen. Dolfijn levert toch weer een leuk punt op, dus dat lijkt me het verstandigst. Leggen we die lekker hier erbij. Krult een beetje om dat blauw heen. Meer kansen om scorende punten te maken. En voor deze... Ja, hier valt het gewoon een beetje tegen. Deze kant mag je niet meer op, want hij valt 3 in deze richting. Maar het kan nog aan allebei de kanten hier. Je zou kunnen gaan voor meer donkerblauw en nog een keer scoren. Of het lichtblauwe gebied uitbreiden voor extra punten. Dat laatste, daar gok ik even op. Dit is komende ronde de startspeler. We doen even nog 1 laatste rondje. Kijk, dat is nou jammer. Daar zit geen vis in. Dan is het waarschijnlijk toch het handigst om dat gebied groot te maken en te hopen dat er nog 1 keer een visje komt. Voor mij is het beste de dolfijnen op punten te krijgen. En, ach, kijk, dat mag dan weer net niet. Ik mag hem niet half neerleggen om deze allebei scoren te krijgen. Dus ik zal moeten kiezen. In dit geval ga ik ervoor om zo neer te leggen, in stille hoop dat ik de dolfijnen nog kan verbinden. En voor deze speler, die heeft gewoon zijn eerste pinguïn en het dolfijnengebied groter gemaakt. Zo speelt het spel door totdat iedereen 9 punten heeft. Dan krijg je punten voor hoe groot het gebied is en voor ieder dier daarin nog een bonuspunt. Mits een gebied in ieder geval 2 dieren heeft. En dat is Aquarium Designer in het kort.